Laat ik beginnen met felicitaties van BVNL aan onze boeren. Actievoeren werkt, jullie harde werken wordt beloond en we zien dat in elk geval het CDA daardoor wakker is geworden. En nu de rest van het kabinet nog. Want laten we wel wezen, de stikstofcrisis is slechts een symptoom van dit falende kabinet waarbij de overheid er niet meer is voor de Nederlanders. Een stikstofcrisis, een koopkrachtcrisis, een energiecrisis, asielcrisis, wooncrisis, toeslagenschandaal, illegale uithuisplaatsingen van kinderen, coronacrisis, klimaatcrisis, defensiecrisis, 200.000 bedrijven die op omvallen staan, boeren die zichzelf ophangen en meer dan 1 miljoen mensen in armoede. En in plaats van het land te dienen, vliegen onze ministers op en neer naar het WEF in Davos en is onze minister-president oorlogje aan het spelen in Oekraïne. En daarom ook een compliment aan minister Hoekstra, die terecht stelt dat dit moet stoppen. En collega Wilders heeft al een motie van wantrouwen aangekondigd. En hoe mooi zou het zijn als ook het CDA deze motie zou steunen. Want de kabinetscrisis is namelijk de enige crisis die goed is voor Nederland. Want wat zijn de feiten? Er is überhaupt geen stikstofprobleem. Het is een bureaucratische dwaling. Maar zelfs als je wel gelooft dat er een stikstofprobleem is, dan nog steeds is het zo dat er sprake is van nieuwe feiten. Het RIS-model blijkt geen goed model. De KDW's blijken totaal onrealistisch. De natuur blijkt in veel betere staat dan gedacht. En met innovaties kunnen de doelen ook gehaald worden. En de 50% stikstofreductie blijkt een mooi rond getal. Maar zelfs onze stikstofminister weet niet waar dat getal vandaan komt. En de weerstand in de samenleving blijkt veel groter dan gedacht. Is minister Hoekstra het met BVNL eens dat we op basis van deze nieuwe feiten het RIS-model terzijde moeten schuiven, de KDW's realistisch moeten maken, de exacte staat van de natuur moeten meten, innovaties voorkeur moeten geven en boeren weer vertrouwen moeten geven? En is het kabinet bereid het beleid aan te passen nu er sprake is van nieuwe feiten? En waarom betrekt het kabinet wetenschappers zoals professor Han Lindeboom niet bij dit zogenaamde probleem? En voorzitter, met betrekking tot de koopkracht volsta ik met een paar oplossingen. Groninger gasveld weer open, verlaging btw op energie, verlaging accijnzen op brandstof, werken weer lonend maken zodat er meer geproduceerd wordt, minder ambtenaren, minder overheid. En laten we het hele stikstofbeleid stopzetten, de minister van stikstof naar huis sturen en de gereserveerde 25 miljard laten vrijvallen om de koopkracht te repareren. Voorzitter, ik hoop dat het CDA haar rug recht houdt en dat ook de VVD ontwaakt uit haar collectivistische winterslaap. Het land is in nood, het blauw-wit-rood wappert overal en het is tijd voor actie. Het is tijd voor nieuwe verkiezingen. Het is nu of nooit in het belang van Nederland. Dank u wel.